Goedenavond, mijn naam is Sander van der Rijk, ik ben 20 jaar, kom uit Amstelveen. Ik kan vanavond helaas niet aanwezig zijn. Ik heb cursus bij de KNVB en ik heb geprobeerd dat te verplaatsen of te verzuimen. Maar dit is helaas niet mogelijk, mijn excuses. Dus gaan we proberen op de film te doen. Nou, zoals ik al zei, ik ben 20 jaar, dus mijn tweede jaar atletiek. Ik ben lid bij AG Stadbaan in Amstelveen. Dus het eerste jaar bij het Steenbok Running Team. Ik heb er onwijs veel zin in. Ik studeer, ben vierdejaars bedrijfseconoom op de Hogeschool van Amsterdam en ik hoop dit jaar zo snel mogelijk af te studeren. Daarnaast mijn hobby's zijn sporten, ik denk zoals iedereen. Ik haal onwijs veel van sporten. Naast atletiek heb ik tot mijn 18e gevoetbald. Daar ben ik mee gestopt. Nu ben ik scheidsrechter bij KNVB en dat probeer ik heel goed te combineren samen met atletiek. Mijn favoriete specialisatieafstand is de 400 meter. Ik ben daar sinds vorig jaar voor het eerst in gespecialiseerd en dit jaar heel veel gelopen. Mijn PR is op dit moment 49,26 honderdste. Ik ben begonnen indoor met 51,28 als ik dat aan mijn hoofd. Dus dat is wel een aardig verschilletje. Hoogtepunten van dit seizoen zijn voor mij het NSK, Nederlandse studentenkampioenschappen. Daar heb ik goud gewonnen, liep ik voor het eerst onder de 50 seconden. En later in het seizoen heb ik in het hoofdprogramma een uur gelopen tegen wat Europese toppers. En daar liep ik uiteindelijk mijn PR, zoals hij nu staat. Volgend jaar hoop ik dat ik een heel leuk seizoen ga draaien met het hele team. Met de trainers, met de atleten, met de begeleiders. En ik heb daar heel veel vertrouwen in. Het is een heel leuk en gezellig team ook om mee samen te werken. Daarnaast heb ik een paar persoonlijke doelen. Mijn doel is om volgend jaar een finale plek te behalen op het NK Outdoor. En daarnaast wil ik ongeveer een tijd lopen van 48-0. Zoals die staat beschreven in mijn jarenplan eigenlijk voor volgend jaar. En ik ga me ook richten meer op frequentie in de sprint. Mijn absolute snelheid is te laag en die wil ik eigenlijk dit seizoen met de focus flink verhogen. Daarmee gaan we heel veel rondjes en velletjes lopen. En uiteindelijk voor de 400 dat in kaart zetten.